Heb jij dat gedaan? Waking up in the morning to a fresh cup of coffee. Snuggle near the fire with my head near your heartbeat. Love you like my favorite song. Make me wanna sing along. That's how you make me feel. That's how you make me feel. That's how you make me feel. Wanna dance the night away. That's how you make me feel. That's how you make me feel. Goedemorgen. Good morning, good morning. Het is woensdag. Oh, haha. Radslag. Ja, ik sta eigenlijk wel op een hele grappige plek. Wacht even. Ah. Ik kan natuurlijk niet altijd mijn kinderen gebruiken hiervoor, hè. Als ze er niet zijn, zijn ze er niet. Oké, kijkt er niemand. En we beginnen de dag. Bam. Oké, er komt iemand aan, dus we hopen maar gewoon dat hij erop komt. Dus, what's the story about today? Ik ben op Schiphol, zoals je misschien kan zien. Ik ben hier bezig met mijn mini-ini, oftewel requalificatie van mijn stewardessendingen. Vandaag ga ik brandjes blussen, heel veel rook, dus een soort van situatie nabootsen. En daar gaan we dan van leren. Henk reanimeren. Ik moet wel opschieten, want hij ligt hier al een tijdje. Ja, dat is een beetje. De borstcompressies kan je gewoon door ook opstand slaan. Ja, nee, clear. Even frustratie erin. Dan mag, hebben wij. Maar frustraties uitleveren erin. Ja, je begint met die rescue breath. Ja, ga je beademingen. En de rest is wel hetzelfde. En bij kind is het een bangetje lucht. Kind, ja. Vanaf. Dus minder dan dat ik net deed. Dat jullie de twee ja. Kan gebeuren, want het kan ook met het echt gebeuren. Als je het aspiratie geeft in de maag, dan moet je gewoon de schenkhouding doen. Dus als een baby dat gaat braken, dan pak je gewoon eventjes de zijkant. En dan maak je het mondje schoon en ga je verder. Gaat het, meneer? Kunt u hoesten? Bellissimo. Wow, gaat kijken. Hier een andere hand. Jack's in de tussentijd bij mijn moeder, zo schattig. Oh, ik mis hem, ik mis hem. Snel naar huis. Je gunt mij helemaal niks. Je gunt mij helemaal niks. Dan heb je al heel veel op gehad. Je hebt al de helft hiervan gepakt. Niet dus, een paar maar. Dan hou ik het eruit. Jol, ik moet heel hard leren. Jola heeft een brief gekregen en een brief teruggeschreven. Vinden. Hij is er wel, maar je ziet hem niet. En dit heb ik teruggestuurd. Lieve hoofdpiet, wat ben ik blij met mijn pepernoten. En daar heb ik van genoten. Ook al zijn ze nog niet op, maar de volgende keer klop. En dan stuur ik je een mop. En dat is top, want ik kan heel goed moppen tappen. En bedenk de leukste grappen van Tokio tot Amsterdam. Zeg het maar, dan maak ik een plan. Want moppen, tappen, daar kan ik wat van. Tot Amsterdam. Draai om. Ik kan wel 100 moppen, maar let goed op.
Ik kan je ook foppen. Ja, dat is eigenlijk niet boeiend. De volgende brief, want er zitten heel veel brieven in mijn schoen. De tweede is een mop en neem ze allemaal even door. Dat in ze allemaal even kijken. En er zijn ook onmogelijke raadsels. Liefs Yoda. Lieve mensen, goedemorgen. Ik ben een papje aan het maken, havermout. Ik heb even wat energie nodig namelijk voor deze lange dag. Het is nu, tada! Ja, je ziet het echt goed. Het is 5:00. Ik ben om 4:00 eruit gegaan omdat Jax toch wakker was. En toen wilde ik natuurlijk helemaal niet eruit. Ik dacht, ja, om 5:00 gaat de wekker. Dus ik kan nu wel Bart eruit laten gaan. Maar ja, ik ga waarschijnlijk niet meer slapen. Dus toen zei ik ga er wel uit. Maar hoe dan? Dat Jax gewoon nu net in deze week gewoon... serieus, om de 3:00 wakker is. Hoe dan? Hoe erg kunnen babytjes dat aanvoelen dat je het gewoon echt even niet erbij kan hebben? Bizar. Maar ja, goed, blijkbaar kan het wel, want we gaan gewoon door. En daar zijn we dan in het gebouw van KLM. We beginnen vandaag met een training van de slides en de nooduitgangen. Superleuk is dit altijd. We gaan weer onze supermooie pakken aantrekken. Zo dan. Oké, okay, let's go. We gaan de camera neerzetten. En het zit er weer op. We hebben weekend. Super lekker. 2 dagjes vrij en dan komt de rest weer. Maar ja, vrij. Moet wel flink geleerd worden. Hey, wie heb je het meest gemist? Yola. Nee, mama. Dat hij mij meer... Oh, liefjes. 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 Boom, 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 boom. Let's go. Alles gaat gewoon weer door. Jax mee. Yola moet namelijk naar Turner worden gebracht. En dat is heel belangrijk, want het is Yola de laatste training voor de... wedstrijd! Woehoe. Komende zaterdag, jongens. Dan heeft Yola een wedstrijd. Stay tuned. Hoppa. Heel vroeg. Ja, heel vroeg. Maar dat is voor mij niet zo erg. Voor mij wel. Nog even hapjes voor Jax maken. Worteltjes en broccoli en bloemkool. Lekker hè? Ja. Hallo? Hallo? Vlogcamera kijk. Dat ziet er niet verkeerd uit. Dat ziet er niet verkeerd uit. Nee, dat mag wel even vastgelegd worden hoor. Iedereen ziet mij maar druk bezig. Maar het mag ook wel even vastgelegd worden hoe ik hier tegenaan loop. Druk dacht ik gehad, maar wel goed. Ja. Veel bereik. Hoe ging jij? Nou, ook best wel behoorlijk druk eigenlijk. Ja? Ja. Hey. Hey Dex en Jax. Hey Dex. Daar hey is hij weer. Wat is er zo bizar dan? Wie heeft dat gedaan? Heb jij dat gedaan? De Pieten hebben dat gedaan. Yola, de Pieten hebben dat gedaan. Dat weet ik. Oh. Die ene Piet uit Amsterdam. Ja, maar één Piet. Die ene Piet die had ook echt Dr. Martens en een Hierveld. Echt? Ja. Jezus. The light beneden goes out. Volgens Yola ben ik nog niet klaar hoor. Moet ik alsnog gaan wassen. Nou, dat doen we morgen wel, Yola. Even mijn SD-kaart leeghalen. Dus dank jullie wel voor het kijken. En tot de volgende vlog. Ciao. Rock that joint.